staatsbezoek in Nederland aankomt. Ambassadeur Selden Chapin is er om te begroeten. In het gezelschap van mevrouw Roosevelt bevinden zich haar zoon Elliot en diens twee kinderen. Inoking begroet haar en haar zoon en kleinkinderen op hartelijke wijze. Het raadhuis poseert mevrouw Roosevelt te midden van 50 Nederlandse mannen en vrouwen die allen eveneens de naam Roosevelt dragen. In de raadzaal zal ervan overtuigd zijn dat de familie Roosevelt aan dit bezoek, eenvoudig en onofficieel als het was, de meest boerenhofsteden waar de voorouders van de president enige eeuwen geleden woonden.